Respecte Kondreman, mi ebari wa mwishwit odi tapu a netidisi fu Freda 22 September 2023. Dis nawa nyu aflevering fu STVS Nyonsu e Grand Tangi fu diyu otekuteng luku a Nyonsu proklama disi. A DNA lit sang ing ning ekari na ini a grond korruptiesaak a onken ala betrokkenheid na ini a pistoor disi. A informatie disi unkisi vanuit wan persbericht fu a openbaar ministerie. Ini a persbericht dan openbaar ministerie piki kondre dat hij naar aanleiding van onrechtmatige toewijzing van Grong dan a vervolgingsapparaat begint wang strafrechtelijk onderzoek. En onderzoek die zie ik doe door a afdeling corruptie en onderzoek voor korpspolitie Suriname. Volgens de resultaten van onderzoeksafdeling die zie voor KPS dan resulteert in die aanhouding van grondinspecteur. En volgens OM, grondinspecteur die zich schuldig na valsheid in geschriften en overtreding voor diferente bepalingen voor een anticorruptiewet. Vermoedelijk een ambtenaar die zich verkeerde informatie naar het ministerie bij verkeerde opmaak voor adviesrapporten Mickey en dat resulteerde in een toewijzing voor Grong na SMA sangode a rechtmatige eigenaar. De SMA sabetan tapa Grong kon lasi a Grong DC. Op basis voor de feiten en omstandigheden en de verklaringen voor een grondinspecteur, OM bij de noodzaak voor roep want to trust me ook to op voor verhoor en de kari to resortsraad leden nanga wan DNA lid voor verhoor en de resortsraad leden die zie nanga a DNA lid den onken alle betrokkenheid na a strafbare feit te ego abra a pistoor die zie voor a grontori. Maar OM piki in a persbericht dat hij een onderzoek in de pistorie die zie in Godoro. Even procureur-generaal Gracia Paraxin doet een vordering tot in staat van beschuldiging voor een politiek man, dan DNA de genoodzaak voor Rocco na een verzoek die zie. Ook toe in die kwestie voor Mahendra Yogi, PNN Ekari, na in die grondcorruptiezaak, DNA sa verleen in medewerking. Dit is Deu Charman, vicevoorzitter voor DNA, bij Piki Nyonsuman SD, die Nyonsuman voor STIVS, bij Aksen, fa asdong nanga apistor DC. Masra Deu Charman taki dat hij efu sma dukruk to do de noroko volgens de wette voor akondre dan den mus kisi den pai de strafu sobong en if openbaar ministerie waaronder a procureur-generaal dien wa verzoek in voor onderzoeku asak disi door parlement dan wees ik go abra de egi fractiegenoot of de partijlid VAP o Rocco May. Charman be tegi nyusuman ook to dati den wette fu akondre de duidelijk. Te ego abra politiek man dan grondwet meki a voorziening dati politiek man, skoutu, normaal horen zomaar of openbaar ministerie, normaal go zomaar over tot een vervolging. In die artikel 140 voor a grondwet schreef hij dat te skoutu of openbaar ministerie
Abi apraxeri gatuan politiek man doan ogri dan openbaar ministerie waaronder APG edin wan verzoek in voor vordering na DNA PDNA mustel a politiek man disi in start van beschuldiging en baka te DNA do a pistor disi dan a procureur-generaal kan go over tot a vervolging. En a pistoor die si regel na ini a mama wet fu unu. Maar Charmant taki in principe, in beginsel, alas mana insranang kan worden vervolg op basis fu artikel 19 fu a wetboek van strafvordering. Maar de wette fu wie kondre regelen zo dat die inomang tekwan politiek man zomaar, want i moest beschermen de politiek man, want je hebt bepaalde sma te wantra regering kon of bepaalde functionarissen in die kondre kan met misbruik voor politieke opportunisme voor vervolg politiek man. Dat maak je de wetten voor een kondre de duidelijk. De collectief voor vakbonden in Suriname. De behoorwaan Jonsuman Komakandra die breekt in het C47 gebouw. En Robbie Berenstein, een voorzitter van C47, en die aan dat hij de collectief voor vakbonden die bralanti van ultimatum ten 30 september voor Luku Apistori voor een wijziging voor een BTW-wet. Want to wiki dipsa dan bigi osof kondre DNA sobong keur a aanpassing voor BTW wet boom. En volgens de vakbond to denonap baka apistor disi omdat die nanga aanpassing voor a BTW wet dan dienste nanga goedre eko moro diri. En de rokomang no manchar alai dis moro fara. Daarom de mek bekenti dat die gralanti moest go hersi asandisi, want eigenlijk gralanti noteki de adviezen voor de vakbontu en in wang eder taki dan Masra Berenstein be chakona fesi dat die nek vakgralanti taki agersi neki de vakbontu de eens nanga aanpassing voor a BTW wet. A BTW aanpassing voor a BTW wet e legwang moro bigi presi tapu den saka fu den rokomang. En efu gralanti nogi yesi tapu a ultimatum sang den collectif fu vakbonden stel dan denosabi sa opsa. Skoutu de continu bezig voor ge a samenleving voorlichting van de Moeschadensrevi. En voor dat ede a waarnemend korpschef Ruben Kensen teki a besroiti voor begin nanga wan voorlichting hotspot en de begin na koroni a wikidisi. Volgens Milton Kensmil in a takmang voor Skoutu ding o gi moro voorlichting tapu de hotspot en a model de dati tapu a hotspot de verschillende voorlichting hotspots dan desma ini a gemeenschap kan kon na skoutu en de kan taki na skoutu abra differenti problema. Masra Kensmil taki te luku afasi fa Jong Wang e challenge refi tegenwoordig. Dat je ziet dat boomfurus ma e challenge refi wan fasi sang nofiti. Te luku en na verkeer, valde sma e rei rukoloos. Sma e gebruik boomfuru middelen sang no de toelaatbaar. En ook to a crime hei tegenwoordig. En Masra Kensul taki te yu next go to e gi a gemeenschap a informatie abra den strafbare feiten disi
dan den ekisi moro rai van de muschaden strefi, zodat hij de kan herken te wang strafbare feit e do en te wang sma wang lok den ook do voor do wang strafbare feit. Nanga den hotspot disi volg den hotspot so boom, dan skou tu wang char aboskopu kon moro cross bay na a gemeenschap. Dus je moet luku kan de in je buurt a wiki sei kong da so wang hotspot o de teosi boom furu skout mang nanga skout uma de ikan go na so wang hotspot fu kontak direct nanga skoutu. Luku man fu STVS nyonsu, grand tangi fu di yute kuteng luku STVS nyonsu fu tide. Na weekend, we wish you a most sweet weekend en we meet you Monday baka en we nyung aflevering fu STVS nyonsu.